Nou, er staat weer een heerlijk lekker wijntje voor mijn neus. En daar staat een cola. En daar zit nog een. En dat is nou ja, onze lieftallige dochter. Goedemiddag lieve vrienden, het is weer vandaag, wat voor dag is het vandaag? Jeetje! Wat erg, ik heb de computer ook niet aan. Thursday, donderdag geloof ik, ja. Ja, gisteren was woensdag, donderdag. En we leven om 14:15, ook dat nog eens een keer, en dat allemaal in 2022. En de hoeveelste is het vandaag? De 14e van april, ja. Welkom bij een gloednieuwe vlog. We beginnen weer een beetje ja, vreemd. Daar moet je Corina voor eten. Ja, maar ik zal met de hondjes uit en dan moet ik, geloof ik, rapido naar de andere wijk om Karin daar weer vandaan te halen. Want die is bij de kapper geweest. Ja. Oké, okay. Dat zit helemaal in de andere wijk nu. Dus ja, daar moet ik helemaal naartoe. Maar ik moet eerst met meisjes uit. Dus dat gaan we lekker doen. Ga genieten van het prachtige mooie weer. Want ook dat is het. Dus ga ook genieten. Elvin die zegt, daar hoef ik wel weer naar binnen. Nou, dat kan. Rijka ligt daar. Ja. En dat we gaan zo lekker even lopen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker van jullie dag. Maar geniet ook weer met ons mee. Nou, er staat weer een heerlijk lekker wijntje voor mijn neus. En daar staat een cola. En daar zit nog een. En dat is nou ja, onze lieftallige dochter. Karin. Ja. En ze heeft haar weer lekker laten doen. Want dat ziet er weer hartstikke mooi uit. En is het twee kleuren rood? Ja toch? Oranje naar rood of zo? Het is heel veel leuke en verschillende kleuren. Oh. Ik zie oranje en ik zie rood. En geel. Ja, dat geel dat zie ik 1, 2, 3 niet, maar dat kan door het licht komen. Yep. Dat klopt helemaal correct. Maar het staat je bijzonder mooi. Dank u. Alsjeblieft. Ja, echt waar. Ja. Beautiful. Dank u. Ja. Ja. Komt cheers. Helemaal goed. Ja, cheers. Prutjes. Zo, dat smaakt. Toch wel, hè? Toch wel, ja. En hoe is het? Lekker genieten. Mm-hmm. In het zonnetje. Heerlijk. Zonder jas. Lekker. En ik heb de jas nog wel lekker aan, maar het is koud. Zit nog altijd de R in de maand. Ja, dus. En? Ik ben altijd voorzichtig wat dat er gaat. Ja, ik ook. Daarom heb ik ook een toprol onderaan. Oké. Dus ja, nou ja, lieve vrienden, dat dus. Ik heb haar even uit de schoten opgehaald en ze is langzaam lopen ermee teruggegaan. Dus en nu zitten we hier. Meer bij Fastfood Avanti. Ja, helemaal leuk. Maak reclame, ik word er niet voor gesponsord. Maar ja, maakt niet uit. Als wij het maar gezellig hebben, toch? Zeer zeker. Zeer zeker. Nou, toedeledokie. Ja, dan waren we weer thuis. Ja, met Karin even lekker de hart op geweest. We hebben een terrasje gepikt, zoals jullie allicht al weten. Ik heb nou een bakje koffie. Ik ben blij dat ik thuis ben. Ik heb ook boodschapjes gedaan. Ja, ik heb weer lekker bekjes met saus en kruiden. Zit er ook bij. Ja, vind ik lekker. Karin die zegt dat is vies. Nee, het is niet vies als je maar weet hoe ik klaar moet maken. Simpel. Dan heb ik een hoop vleeswaren. Ah, niet zoveel als anders. Gewoon even een beetje aanvullen. Tweemaal gebraden gehakt.
twee maal. Wat is dit? Dat is twee maal salami. En heb eenmaal gekookte Gelderse. En dan heb ik, even zien, twee maal van die. En twee maal van die. Dus ja, dan gaan we eventjes verhuizen naar de keuken. Zo, ik heb het straks weer in de groentela. En natuurlijk heb ik ook een bounty mee. Ja, lekker. Zo, bij de koffie. Ik ga even een beetje dwars zitten. Ik zat met het licht. Mijn handschoenen en dan kan deze weer opgeruimd worden. Maar ik heb nog wat gekocht en dat leg ik al op tafel. Maar ik ga eerst deze opruimen. Zo. Moet hij wel willen. Hij wil niet wat ik wil. Ja, mooi. Moet omdraaien. En gewoon de juiste vouwen pakken. Dan blijft het netjes. Hup, jullie naar binnen. Zo. Zo dubbel. En dan gaat hij weer in de kast. Zo. Ik heb nou wat voor jullie gekocht. Althans, voor mijn mobiel. Als ik ga filmen. Ja. Dus, dat is het statief. Je schijnt te kunnen draaien. En de houder waar de mobiel in gaat met een lichtje. Dus ja, dan gaan we het eventjes zien open te maken. Ja. En dat is allemaal weer lekker en moeilijk gaan, want het is allemaal weer geperst plastic. Daar heb ik zo'n hekel aan. Waarom kan dat niet op een andere manier? Ja. Milieuvriendelijker. Ja? Mooi. Maar ja, dat gaan we dus even doen. Ik even een schaartje pakken. Kijken of ik er daar doorheen kan komen. Ja, dat is de moeite nog. Nee, weg met die neuzen. Is niet voor jullie. Nee, is niet voor jullie. Gewoon gekocht bij de FOMAR. Ja. Wat je bij de supermarkt dan niet kan kopen. Toch? Ik draai hem even om. Daar moet ik wezen. Kom op. Ja, ik hoor je wel, maar je hebt maar even geduld. Ja, zometeen. Ja, ik hoor je wel. Ja, ik kom maar aan. Vind je het goed? Mag ik even door? Tut tut. Er is er eentje die binnen moet komen. En er is ook een kanelpje. Ja, dat is een kanelpje. Ja, onze kandelfie. Ja, die wou naar binnen. Dat heb ik er in ieder geval af weten te knippen. Ja. Nou is die in ieder geval tot zover open. En dan kan je het in principe ook verder breken. Er zit een kabeltje bij, zie ik. En een boekie, uiteraard. En een kabeltje. Ja, is het zo? Nee, die er ook uit. En die heb ik eruit. Mooi, leeg. Ja, gaan we even kijken. Even kijken hoe dat moet. Dat is oh ja, oh ja, je kunt het verlengen. Oh ja.
Dan wordt die hoger vanzelf. Zo. Kijk dan. Ja. Hier al, dat kan die. Ja. Oké, dan moet ik die eerst erop vastzetten. Dat gaan we eerst doen. Zo. Ja, oh ja, dat is wanneer... Kijk, zo heen hem dan. Ik heb hem dan gewoon zo vast even. Maar ga ik hem ook zo, alles zit dan al wat losjes. Uiteraard. En ja, ik heb mijn telefoon er toch zo ertussen. Dus hij moet omhoog. En dan moet alles een beetje vaster gezet worden. Even. Zo. En dan kan ik gewoon, hup, ook als, hup. Ja, nou, dat kan allemaal. Ik had hoe het lichtje werkt, weet ik dus nog niet. Moet een batterijtje, oh nee, opladen. Hij moet opgeladen worden. Maar dit is, weet ik ook nog niet. Ah, jij joh. Ik weet nog niet wat dat is. Maar dat zal dat is vast. Kijk, hier zit de knop. Kan eraf. Ik zal even de binnenkant laten zien. Hij zit er dus op. Die. En dan zie je dat. Dat is een schroefje. Kruiskop. Nou. Hup, kan eraf. Maar wat kan je er verder mee? Weet ik dan niet. Gaan we kijken. Ik weet ook nog niet waar ik hem op moet laden. Weet ik ook nog niet. Moet ik ook nog achterkomen? Maar dat zien we zo meteen wel. Oh, dan moet ik wel goed erop draaien. Zo. En dan kun je hem uitschuiven, uiteraard, om die telefoon ertussen te doen. Ja. Maar hoe het allemaal verder moet, dat is de oplader en waar de oplaadpunt is. Weet ik nog niet. Dat weet ik echt nog niet. Echt niet, dat weet ik nog niet. Nee. Maar dat zal hier wel in staan. Dat gaan we zoeken. En die twee zijn daar weer lekker gek. Ja. Inderdaad, ja. Dat wordt eventjes uitpluizen. Maar dat komt wel. Daar heb ik nou even mijn hoofd niet bij. En ze zijn allemaal aan het gek jagen daar. Zometeen even naar buiten knallen. Ik kan hier nog niks vinden. Maar dat komt wel. Selfie stick, white led light. Ja, dat is leuk. Maar het is in het Nederlands in ieder geval. Installeer de telefoonklem. Ja, dat moet daar bovenop. Dat had ik al gedaan. Ja. En dan kan die kantelen. Ja, dat is begrijpelijk. Dat moet je dat hier losdraaien. Dat is logisch. Maar ja. Ik zoek dus waar het oplaadpunt is. Want dat heb ik nergens gezien. Ik zie echt nergens geen oplaadpunt. Dat is daar ook niet. En wat dat, waarom dat erop zit, weet ik ook niet. Maar...
Echt, ik weet het nog niet hoor. Maar ja, zodra ik het weet, laat ik het jullie natuurlijk uiteraard zien. Ik ga nou eerst lekker genieten van een bakje koffie en mijn Bounty. Ja, en ja, dan moet je toch de gleufjes zien, denk je, hè? Waar dat in moet. Maar ik zie echt twee keer niks. Draai hem er eens even weer af. Gooi hem weg. Echt, ik weet het niet hoor. Oh, ik zie het al. Hoe dom kan je wezen? Daar zie je hem. Nou, hij zou al sowieso opgeladen moeten worden. Dat is een logische zaak. Maar het zijn allemaal van die kleine rotsnoertjes tegenwoordig. Nee, dat maakt niet uit. Moet hij daar al in. En dan kan je hem zo laden. Stekker eraan of op de pc. Maar de pc is ook nog uit. Maar ik weet nog steeds niet waar die voor is. Ik zie hem ook niet hier op de afbeelding staan. Hey, dat is Duits. Nou, boor. Maar ja, het komt wel. Echt wel. En de achterkant zie ik hem ook niet zitten. Maar ja, het komt allemaal goed. We gaan gewoon proberen. Ja, want het is de bedoeling dat ik die mee kan nemen. Want je bent ook wel in het donker eens een keer weg. Zoals gisteravond kom ik in het donker thuis. Maar als je dan onderweg nog iets ziet wat je filmen wordt. Hé, hey, daar een lichtje bij. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat werkt. Hij was niet eens zo gekke duur. Dus, kijk bij de supermarkt, zou ik zo zeggen. En dan een supermarkt die ook van die bakken hebt met andere attributen, wat ze eigenlijk vroeger niet verkochten en nu dus wel, wat eigenlijk in een andere winkel moet halen. Je kan eens een keer sneupen, je weet maar nooit, bij ons de Vomar in dit geval. Ik ga deze eventjes aan de lade doen. En dan komt alles wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hoe laat leven we? Nou, zeg maar, smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne avond gewenst. Doei! Ja, lieve vrienden, zoals jullie weten, legt mijn ene begeleidster in het ziekenhuis in Amsterdam. Karin met een K. En ja, niet leuk wat zij heeft. Ik had al eerder verteld dat ze... Eerst corona had, de virus, en daarna kreeg ze een rare vlek op de huid. Bleek het dat ze leukemie heeft, tenminste acute leukemie, dat ze legde mee in het ziekenhuis. Maar ik heb een hele mooie kaart gisteren al gekocht. Dat is deze. Die is mooi, vind ik. En ik heb nou net even wat voor haar geschreven, dat mogen jullie ook zien. Ik dacht dat het ook wel mooi was en de envelop heb ik tot zover geschreven, want de rest weet ik niet. Nee, ik krijg ook niet te weten. Nee, jullie ook niet. Nee, mag niet. Maar in ieder geval, dat krijgt de rest van het team dus en die zal het denk ik wel in een grotere envelop stoppen. Die weet het adres en alles en kamer nummer 3 kan me niet. Nee, de rest ook niet hoor. Nee, enkel haar collega's, tenminste het team, die zal het weten. Maar in ieder geval, dat gaat andere weken. Komt er weer eentje, dat is Jolanda. Die behoort niet bij dit team, die zit weer in een ander team. Maar ja, ze neemt het momenteel waar. Ik zal dit jaar ook denk ik niet Karin meer zien en krijgen, want die moet natuurlijk herstellen en alles. Maar ze is zelf heel erg positief, ze maakt nog steeds de gekke grappen en grollen zoals ik ook ben gewend.
Dus ja, het komt allemaal goed. Dus ja, nou, dit krijgen ze gewoon. Ja, enkel ja, de L die zie je net, maar ach ja. Kan de pret niet boeien, die krijgt ze gewoon, punt. Ik vind hem leuk. Maar oké, lieve vrienden, ik heb de computer ook aan. Ik ga eventjes nog heel eventjes wat voor mezelf doen. En dan ga ik met de meisjes lopen en dan moet ik ook weer eten. Ik weet even niet. Nee. Vanavond, het is vandaag donderdag. Vanavond is de televisie denk ik ook weer mooi. Dus. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ook dat moet ik nog doen. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon en geniet ook lekker weer met ons mee. Ja, en dan ben ik weer eventjes met de nieuwste statief. Het lichtje is aan. Ik heb het bewust gedaan. Kijken of je dat ook in mijn bril ziet. Ja, je ziet het uiteraard wel, maar daar hou je toch, hè, denk ik dan. Maar ik merk het vanavond later wel, want dan zal ik hem weer even proberen met het lichtje aan. En dan merken we het wel of dat voldoet, ja of de nee. Ik heb de computer ook aan. Ik ga zo vast een vlog klaarzetten dat ik daarmee beginnen kan. En dan ga ik eerst de meisjes uitlaten. En ja, dat is een strak plan. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet ook gewoon. En blijf ook mee genieten met ons. Tot later! Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Hoe laat, weet ik niet. We zullen even kijken. Ik heb het 2:47 en ik ben 3 minuten voor, dus reken maar uit. We gaan een beetje toe. Ja, we gaan lekker een beetje toe. Even lekker een warme kruik maken, want het is weer koud. Vandaag overdag was het heerlijk, maar ik moest nou mijn handschoenen weer aan, ja. Dus ik ga een kruikje klaarmaken en dan ga ik lekker met mijn meisjes naar bed. Ze liggen daar nog lekker. Allebei een hoekie. En dan gaan we lekker slapen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ja, ik had ze er al uit. Mijn oorbellen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan.